Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag maken we kennis met Luxury Spatial Design. Het is het bedrijf van Schiaffarelli Oelers. Deze jongeman is zeer gedreven en heeft in de afgelopen jaren in Suriname al meerdere bedrijven opgezet, waarvan Luxury Spatial Design één is. We maken kennis met Schiaffarelli en natuurlijk ook met alles wat hij aan het ondernemen is. What we need is a little Q-Time. Hi Schiaffarelli, hoe gaat het met je? Ja, goed hoor, Odette, met jou ook. Met mij gaat het goed. Welkom in Q-Time. Het is niet de eerste keer dat je er bent, maar je bent ondertussen een stapje verder. Dat is natuurlijk heel mooi, dat we onderdeel mogen zijn van jouw groeiproces. Laat even teruggaan naar het begin. Een beetje kennis maken met jou en dat je ons in het kort vertelt waar jouw bedrijven zich mee bezighouden. Nou, goedemiddag allemaal. Ik ben Schiaffarelli Oelers. Ik ben 25 jaar, als jullie mijn leeftijd sowieso ook bij willen weten. ik heb drie bedrijven. Het is allemaal begonnen in 2019 met de Industrious BNV. Dat is dus een interior decorating company die zich eigenlijk bezighoudt met het inrichten van woningen, bedrijfspanden en met landscaping. We hebben verder ook nog Luxury by Schiaff, dat is het tweede bedrijf die erbij is komen kijken. En dat bedrijf houdt zich eigenlijk bezig met het online verkopen van furniture. Furniture uit Dubai, furniture uit Nederland en furniture uit de States. Ook uit Azië. En nu zijn we 2 jaar verder, zeg maar bijna 3 jaar. En we hebben nu Schiaffarelli Oelers Luxury Spatial Design. Mensen zouden zich afvragen wat het verschil is tussen al deze drie bedrijven. Ik zal even het derde bedrijf uitleggen en daarna een samenvatting voor jullie neerzetten. Het derde bedrijf is niets anders dan een architectvoorbereidingsbedrijf. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat we het proces handhaven vanaf begin tot eind van het opzetten van een object. Dat kan zijn dus een zakelijk of commercieel pand of het kan gewoon zijn een huis. Weet je? En dan houden we ons bezig met het proces van ontwerp, design, het architectgedeelte, maar vooral ook de uitvoering en de begeleiding, ook wel directievoering genoemd. En dan praten we niet over directievoering met cijfers, we praten over directievoering van het managementgedeelte. Wie gaat allemaal de bouw opzetten, wie gaat allemaal decoratie doen, wie gaat de landscaping doen, de kleuren uitkiezen, furniture uitkiezen, wat komt er allemaal bij kijken. Dus het totaalproces van begin tot eind en de begeleiding daarvan. Oké, dus eigenlijk om eventjes om voor mijn eigen beeldvorming, je hebt het gehad over de architect, die levert dus het object op. Maar eigenlijk doe jij het gedeelte om het echt helemaal af te maken totdat je zegt, één sleutel klaar. Want de muren staan er, de ramen staan er, dat is allemaal afgesproken en geregeld met een architect. Maar jullie zeggen van, nee, en nu moet het gaan leven, het moet een karakter gaan krijgen. En dat hoort ook bij het opzetten van het object, kantoorruimte of huis. En dat gedeelte doen jullie. Ja, precies. Okay. We doen ook 3D visuals, dus we kunnen zeggen, een heel pand in 3D verwerken. Dat is ook onze specialiteit. Mm-hmm. Dat is iets wat is een onderdeel van het bedrijf. Dat mensen zeg maar vooraf een beeld hebben van hoe het object eruit zal zien. Want uiteindelijk zijn Surinamers ook gewoon geneigd te kiezen voor, ik wil het eerst hebben gezien. Mm-hmm. Maar om dat stukje, die drempel, te overbruggen, hebben we 3D visuals. En daarmee kunnen we maar meer inzage geven in hoe de realiteit eruit gaat zien. Ja, inderdaad. Als je bijvoorbeeld zegt van, oké, is goed, laten we die muur toch maar groen maken. Dat we niet hoeven te gaan uit te testen. Oké, je zet een streep groen en een streep blauw en dan kijk je wat het wordt. Maar dat kan je dus met 3D-imaging kan je dat makkelijk visueel maken. Maar mensen zijn sowieso visueel ingesteld. Dus dat is, denk ik, wel een hele uitvinding dat het inderdaad tegenwoordig kan. Waarom heb jij ervoor gekozen om Spatial Design op te zetten? Want je had al een Industrious B en je had al ook je online store, maar je bent dus wel gegaan voor de next step. In coronatijd. Tijdens de coronatijd, dat klopt. Maar de coronatijd is een hele belangrijke tijd voor mij geweest. Omdat het me heel veel heeft geleerd. Het heeft me geleerd dat we niet altijd meer dan dat we denken hoeven te investeren in een onderneming om succesvol te zijn. Het heeft me ook geleerd dat werkethiek en consistentie heel belangrijk zijn. Dus het heeft zijn goede factoren gehad.
Maar ik zeg ook aan de andere kant, als de coronatijd er niet was, weet ik niet als ik zo serieus zou zijn zoals ik nu ben. Omdat je zeg maar heel veel verlies leidt, heel veel van je eigen vermogen gaat dus in het bedrijf zitten. Omdat je moet nagaan, je kan niet langs gaan bij klanten om zeg maar hun woning voor ze in te richten. Iedereen heeft dan zeg maar een COVID-restrictie, waardoor je zeg maar altijd door de scan moet gaan of moet kijken van hey, mag ik zeg maar toch het werk aannemen. En sommige mensen willen ook geen mensen in hun huis tijdens COVID. Dus je moet nagaan, het is een leerproces geweest. Ja. Maar het leerproces heeft me dus eigenlijk wakker geschud om nog verder te gaan. Ja. En aan te geven van na de COVID is het klaar, hè? Ja. Gewoon nog harder, dan gaan we, nog beter. Met wraak terugkomen. Precies. En dat is alleen omdat het kan. Weet je, als je een goed team hebt die je ook support. Want ik heb ook dagen gehad waar ik zeg van, hey, weet je, het is genoeg. Ik ben er klaar mee. Het is mensen, we gaan het sluiten. Het heeft geen zin meer, want ik geef alleen maar uit en er komt niks binnen. Je bent net begonnen. Dat mag je nu nog echt niet zeggen, hoor. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar dat klopt niet. Tijdens de COVID-periode had iedereen zeg maar dat. Ja. Weet je, het is iets dat eigenlijk, het is een emotioneel ding die komt bijkijken. En vooral als ondernemer heb je ook zoiets van, hey, weet je, laat het zeg maar zitten, weet je. En toen had ik zoiets van, nee, dat kan echt niet. Want zoals je zegt, je bent net begonnen. Dus we gaan verder. Verlies nog even. Na de COVID-periode zal je zelf zien dat het beter gaat. En ik mag niet liever, hoor. Nadat de maatregelen waren opgeheven, was het wel echt snel mee. Terug. De cijfers gingen meteen omhoog. Ja. Het is een sneltrein en je moet nagaan, sowieso, je verliezen trek je nu dus weer naar binnen uit je eigen vermogen. En dat moest je dus weer in het bedrijf in nieuwe investeringen. Ja. En vandaar dat we vandaag de dag nu weer dit bedrijf kunnen opzetten. Special design. Mensen hebben 2 jaar kunnen sparen om inderdaad nu te zeggen van, hey, wacht even, luister nou. Indoor living is toch belangrijk. Dat hebben we dus ook gezien tijdens COVID. Dus laten we indoor mooi maken. Ja. Oké. Okay. Hoe passen de werkzaamheden van Luxury Special Design in Industries B? Natuurlijk via de webshop heel duidelijk, want dan kan je heel makkelijk zeggen van, hey, luister op onze eigen webshop. Je browst zelf door je eigen assortiment met je klanten, dus dat is eigenlijk wel duidelijk. Maar Industries B samen met Special Design bij elkaar, want dat is dus nu eigenlijk wel de groep waar jij over gaat. Ja, dus kijk, het zit eigenlijk zo dat al die 3 bedrijven een paraplu zijn. En daaronder heb je dus een samenhang van stromingen. Okay. Samenhang in de zin van de Industries B houdt zich meer bezig met de inrichting. Dus als Special Design nou een gebouw gaat opzetten, zeg maar een commercieel pand, dan komt Industries B aan het einde van de rit bijkijken voor de inrichting. Mm-hmm. Okay. En bij de inrichting heb je furniture nodig. Vandaar de webshop. Mm-hmm. Webshop. Okay. En de webshop, en daarom zijn die 3 schakels, we roepen dat de piramidecirkel bij ons in het bedrijf. Yeah. Dat houdt in dat de 2 bedrijven afhankelijk zijn van de core business. Mm-hmm. En dat je van die 3 bedrijven uit die circulatie hebt, dat is een levenscyclus, waaruit je zeg maar die stroming hebt van continuïteit en omzet. Oké, okay. Welke van die 3 zijn je core business? De Industries B is de core business. Ja, dat is de core business. Dat is de core business, omdat we daarmee zijn begonnen. Ja. En die 3 andere zijn zeg maar de twee handelsbedrijven die daaronder vallen. Ja, en dan heb je dus companies. En dat, die 3 bedrijven zorgen ervoor dat er continuïteit is voor personeel, omzet, maar vooral voor werkethiek. Mm-hmm. Oké, okay. Maar eigenlijk beslaat het ook een stukje begin tot eind. Dus het vult het stukje op. Waar de ander stopt, als het ware. Ja. En om die manier die cirkel compleet te maken. Oké. Okay. Hoe lang geleden heb je Special Design opgezet? Special Design is opgezet in februari. Dus je bent echt net begonnen? Okay. Dat is echt net begonnen, maar ik moet wel zeggen, vanaf we zijn begonnen, ik had niet verwacht dat het zo zou aanslaan, hoor, eerlijk. Oké, okay. Heel goed. Maar het slaat heel veel aan, omdat architecten, maar aan het einde van de dag zeggen van, luister, meneer Oelers, het enige wat we nodig hadden, was een beetje een eye-opener van hoe het anders kan. En uiteindelijk zie je dat er een trigger is bij architecten. En dat is meestal toch wel een beetje meer innovativiteit creëren als het gaat om de afwerking. Ja. Toch? Okay. En daarvoor heb je zeg maar een architectural designer nodig. Ja, die kan helpen. Bijstaan bij het proces. Oké, heel mooi. Heb je ook een website waar mensen naartoe kunnen om te zien wat je allemaal te bieden hebt? We zijn nu ermee bezig. Ja. Volgende week staat die in de lucht. Mm-hmm. En dan zijn we zeg maar alles op Facebook posten over die social media kanalen. Ja.
omdat we zeg maar alles moesten opbouwen. We hebben ook connecties met Nederland nu en met Amerika, met andere designers. En ook hun invloeden komen op de website te staan. Dus vandaar dat het een beetje langer heeft geduurd. Oké, prima. Nee, is goed. Heel duidelijk wat er allemaal. Ik hou wel van de jonge ondernemingsspirit. Dus ja, en ik vind ook dat als ik er naar kijk, zeker de interviews die we doen in Q-Time, merk je dat de next generation is de ondernemende generatie. Het is een andere vibe die going on is. Ja, Dus ja, ja, ja. very nice. Dus, Het is een frisse start. Er zijn ook frisse mensen, dus ook zeker goed. Heel goed om dat nog te mogen zien en te mogen meemaken, Chavarelli. Hartelijk Zo zien bedankt. we dat we dan een toekomst hebben, hè? Ja, sowieso, maar we moeten het wel zelf maken. We moeten niet op anderen wachten om het te doen. Ik denk dat de belangrijkste boodschap is. Dat is waar. Nee, maar ik ben blij dat we zo denken, Ja, nee, echt waar. Je moet het gewoon zelf doen, want wachten hè? op mensen, dat gaat niet werken. Nee, Nee. echt niet. Chavarelli, hartelijk bedankt voor het leuke gesprek. Heel erg veel succes met je ondernemingen. Ik ben benieuwd over 2 jaar, als we weer hier met elkaar zitten, hoe het er dan uit zal zien. Ik kijk er naar uit. Heel veel succes, maar ik twijfel niet dat het gaat lukken. Is goed. Is goed. Odette, nog bedankt, hè. Oké, thank you. Succes, Oké, bye. dag. Tot zover het gesprek met Chafrali Oelers. Heel erg mooi om te zien dat jong ondernemerschap daadwerkelijk leeft en loont. Geef ze even de gelegenheid een weekje om de website op te zetten en dan kunt u er naar kijken wat er allemaal uit de koker van Chafrali Oelers gekomen is in de afgelopen jaren. Luxury Special Design is de naam van zijn jongste bedrijf. Houd het in de gaten, via social media kunt u ze ook vinden. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.